Goedendag. Hi. Welkom. Sorry. Hi, ik ben G. Hi, G. Ik ben Lucas. Welkom bij Black & Blue. Dankjewel. In mijn kapperstoel. Het stond niet heel lang. Dus ik wil vragen hoe lang geleden is. Dat is niet lang geleden als ik naar de lengte kijk. Hoe lang geleden is het de laatste keer geweest? Het zal een weekje of drie zijn, denk ik. Mag een beetje van hetzelfde of misschien wat anders? Ja, ik ben wel vrij conservatief. Dus, ja? Ja. Een beetje hetzelfde koep, alleen terugbrengen naar een lengte van drie weken geleden. Ongeveer, ja. Zijkant een beetje met de tondeuzer, denk ik. Hè? Nou, waar jij je goed bij voelt. Maak er maar een feestje van. Oké. Okay. Lengte voor is wat langer, zie ik. Dus dat gaat een beetje zo naar voren en dan dit een beetje in een kuif naar boven. Wat is het ochtendritueel? Ja, het ochtendritueel is opstaan en tanden poetsen en aan de slag. En gaan. Kapsel, dat is... kapsel. Dat zit vaak, altijd goed. Gaat vaak een pet overheen, dus okay. Helaas niet altijd... Vaak een petje aan? Ja. Dan heb je een mooi bos met haar. Ja, wel, dankjewel. Was dat voor je werk, pet, of is dat gewoon... Ik vind het leuk om een pet te dragen. Nee, ik vind het eigenlijk niet leuk om een pet te dragen, maar het is voor mijn werk is het inderdaad wel makkelijk. Oké. Echt een pet of een helm? Of nee, echt een cap. Gewoon een trucker's cap. Een trucker's cap? Ja. Yeah. En wat staat er op die cap? Ja, daar staat de naam van mijn bedrijf op. Oké. Okay. We hebben een bedrijf en dat heet de Barbecue Brandweer. Ja. En daarmee koken we op locatie. En dat is voor van allerlei activiteiten. Feesten, bedrijfsopeningen, personeelsuitjes, ja. Workshops, de hele donderse boel. Soms af en toe een festivalletje her en der. En vanwaar hoe de naam Brandweer? Zijn daar gekomen? Nou, dat is allemaal begonnen als een geintje. En dat is begonnen met een brandweerauto die ik gekocht heb. En ik dacht, oh, daar ga ik iets super vets mee doen. Ja. En toen had ik nog geen idee. En vanuit daar was er gewoon op een gegeven moment kwam er een barbecue achterin te liggen. En ik dacht, oké, dat is geinig. En dus daar kunnen we wel mee. Een beetje zo, een beetje door het land heen tuffen en een beetje eens kijken hoe dat werkt. En dan kregen we elk jaar is dat? Zo, dat is denk ik nou 4,5, 5 jaar geleden okay. dat begon. En dat begon allemaal gewoon een beetje met een beetje gein en een beetje kletsen. En op Facebook discussies van, moet je daar mee? En brandweer. Iets met vuur, barbecues. Nou, en op een gegeven moment het kwam een paar met het geniale idee. Die zei van, dat moet dan wel met DT, want anders klopt het taalkundig niet. Ja. En al dus geschieden. En dat was hem eigenlijk. En zo is het geboren. Okay. En dat begon met één klein klusje ergens in de achtertuin. En dat geintje liep eigenlijk binnen no time echt volledig uit de hand. Oké. Okay. Je had al wel ervaring met horeca? Ja, ik heb 10 jaar een restaurant gehad. In Nijmegen? In Tricht, dat weten we. Het midden tussen de appels en de perenboomgaarden. Oké. Okay. En dat kwam toen helaas tot op een einde door, naar aanleiding van kortsluiting, is daar brand ontstaan. Mm-hmm. En dat was eigenlijk gewoon in de brand, uit de brand. En toen ben ik er eigenlijk mee gestopt vanwege die brand. En toen ben ik een tijd in het onderwijs gaan werken. Als docent? Ja, als vakdocent. Okay. Hier op de Hatersweg, toen er nog H400 was, toen was het nog het Flexcollege. Mm-hmm. En later ook met de cluster 4 kinderen en gewoon wel de kinderen met een mooie uitdaging, zeg maar. Maar heb je ook voor gestudeerd? Nou, daar heb ik in de tijd dat ik voor de klas stond als vakdocent, heb ik daar een opleiding voor gevolgd. Ja. Heb ik al mijn bevoegdheden gehaald. Mm-hmm. Maar dan kom je weer op dat punt, weet je wel, als je 10 jaar zelfstandig bent. Ja. En je staat opeens als docent voor de klas en je hebt gewoon geen zeggenschap meer over tijd of wat dan ook. En je kunt je eigen ritme niet meer indelen. Ah, dat was het gewoon niet voor mij. Nee. Daar was ik vrij vlot mee klaar. Want hoe oud was je toen je begon met ondernemen? 22. Ja, precies. En nu ben je hoe oud? 38. Hm. Laat het even tellen. Als jij maar die vrijheid hebt geproefd, dan de vrijheid van ondernemen, dan geloof ik graag dat je in de enige tijd voor de klas staat, dat je weer denkt van, waar... Hij staat opeens weer in zo'n groot systeem, weet je wel. Ja. Ja. Maar hoe heb jij dat dan? Hoe vul jij je tijden, hoe vul jij dat zelf in? Mijn vader was barbier en
geboren getogen in Den Haag. Dus ik was op mijn 15e zat ik al ieder weekend in de shop en dan nam ik vriendjes mee en die ging ik dan knippen. Mm-hmm. Ik had heel weinig met school, ik wou heel graag barbier worden en de zaak van mijn pa overnemen. En zo gezegd ook zo gedaan. Als ik geef mijn 20, toen stopte mijn pa, althans die had last van zijn hart en die zei van zoon lief. Jij gaat naar de Kamer van Koophandel en de zaken die krijg je even mijn cadeau. Oké. Okay. De komende 2 jaar mag je me nog wel het een en ander toeschuiven en kijk maar hoe je het aanpakt. Mocht je nog wat hulp hebben, dan hoor ik dat graag. Mm-hmm. En toen aan de slag gaan, maar dan voelt dat nooit echt van jezelf, omdat jij het niet hebt opgezet. Dus mm-hmm. Er kwam nog een tweede shop en een derde shop. En dan ben je 24 en dan maak je in 1 keer overuren, werk je 7 dagen in de week, terwijl je eigenlijk ook wilt stappen. Ja. Dus je was, je was 24 toen jij drie shops. 21 man personeel, heel wat ellende. Het ging allemaal wel positief, maar als je, ja, wat ik zei, als je dan 24 bent en je komt op een gegeven moment achter van ja, ik wil eigenlijk ook gewoon feesten en zo. Mm-hmm. Dus volgens de shops verkocht en ik denk een jaar later leerde ik mijn vriendin kennen, die woonde in Nijmegen en zo ben ik ook in Nijmegen beland. Mm-hmm. Hebben samen een zaak gehad in de Bottendaal en die heb ik 2 jaar geleden verkocht omdat ik het druk had met trainingen verzorgen. Ik geef naast het uitoefenen van mijn vak geef ik al zo'n 9 jaar trainingen door het hele land mm-hmm. aan kappercollega's. Mm-hmm. En dat combineer ik nu met 2 dagen bij Black & Blue, heb ik mijn barber corner, dus hier waar je zit. Ik geef 2 dagen les in Amsterdam op de barberschool, doe ik als freelancer. Dat is zo leuk, de eerste erkende barbieropleiding in Nederland. Heb ik 2 dagen les en ik heb dus mijn eigen training en dat is, ik bedoel, gisteren toevallig in Nijmegen, 2 weken terug in Leeuwarden, dan weer een keer in Maastricht. Dus ik heb dan ook wel eens te maken met een kleine die van 8 die dan zegt van pa, hoe laat kom je vandaag thuis? Mm-hmm. 7:30, dan kan ik je nog net een kusje geven, misschien wat voorlezen. Ja. Maar ik vind het geweldig waar ik nu in zit, dus qua indeling van mijn week. Mm-hmm. Het is heel divers, heel gevarieerd. En stiekem mis ik af en toe ook wel eens weer de gehaastheid en de drukte van een eigen shop, zeg maar. Dus Dat is verslavend, hè? Dat is toch wel verslavend. Alleen we hebben allebei zoiets. Ik heb een vrouw van, die jongste is nu, die wordt bijna 2 en als die straks naar groep 1 gaat, hebben we misschien weer wat ruimte om iets te ondernemen. Ja. Of niet. Ja. Want het bevalt ook wel dit. Ja. Geen personeel, gewoon lekker mee eentje, mijn ding doen en... Hoe werk jij met personeel? Nee, ik heb een compagnon. We hebben geen vast personeel. We hebben wel, af en toe als we grote klussen hebben, dat we gewoon freelance in huren. Ja. Maar dat is dan echt puur op projectbasis. Dat je gewoon weet, weet je wat, we krijgen zo meteen gewoon 400 man te eten. Ja. Dus, en dan ga je gewoon niet redden met z'n tweeën. En dan heb je een vaste persoon waarschijnlijk die jou daarin ondersteunen. Ja, we hebben gewoon een kliek met mensen die we kunnen benaderen. En dan zitten er altijd wel een paar tussen die kunnen helpen. Ja. En dat houdt het gewoon relaxed. Maar wat je ook zegt, gewoon 21 man personeel, die moeten aan het eind van de maand moeten die ook wel gewoon netjes een loon beuren. En dat is gewoon een hele andere vibe die er dan hangt. Klopt. En dan wordt je lat gewoon, als je 3 panden hebt, wat jij zegt, je hebt 3 shops waar je de huur voor moet betalen, je personeel wat er staat moet betaald worden, het geeft gewoon een hele andere vibe in je leven. Absoluut. En dan werkt aan de ene kant wel verslavend. Aan de andere kant, ik vind het ook wel heel relaxed om het gewoon niet te hebben. Ja. Dat je gewoon, dat je weet, gewoon lekker mijn dingetje doen. En als er dan een keer inderdaad zo'n vet project tussendoor komt, waar jij zegt, als freelancer even lekker in de Leeuwarden tuffen om daar collega's te begeleiden. Ja. Wat voor een ondernemers vibe je daar dan weer van krijgt. En je voelt, hier doe ik het voor, daar is het. Absoluut. En stel je bent op reis en je ziet zo'n vlammetje. Mm-hmm. Wat voor stuk vlees gaat er dan? Of maak even een bruggetje naar... Is lastig. Dat ligt eraan waar je bent, denk ik. Dat is juist het vet. Ik bedoel, hier in Nederland hebben we onze eetgewoontes. Je ziet natuurlijk wel steeds meer dat er uit Amerika of waar vandaan ook, dat er gewoon dingen overwaaien. Ja. Ik bedoel, wij koken de hele wereld rond. Ik bedoel, de ene keer is het Noord-Afrikaans en de andere keer is het Zuid-Amerikaans. En dan is het weer Noord-Amerikaans of Oosters. Je kunt alle kanten op. Maar juist, ik denk juist zo vet om eetculturen te ontdekken. Hm. Om te voelen, en niet alleen wat je dan eet, maar hoe je dan eet. Ik bedoel, Nederland, hè? 'S ochtends aan het ontbijt eten mensen een bakje muesli of een boterhammetje. En dan tussen de middag eet je boterhammetje aan je kantoor, aan je bureau. Ja. En 's avonds om 5:30 staan de piepers op tafel.
bij wijze van spreken. Uh-huh. Met ritueel eromheen. Wanneer eet je met z'n allen? Wat doet eten met je op een zondagmiddag in de achtertuin met een flesje wijn? En ook, hoe zit dat in de rest van de wereld dan? Wel, in de Oosterse eetcultuur is gewoon zoveel anders. Uh-huh. Maar ja, hoe dan? En wat wordt er dan gekookt? En hoe wordt er dan gekookt? En waar wordt er gegeten? Dat is juist integrerend, denk ik. Weet je of er ook landen of culturen zijn die de ochtend beginnen met een barbecue? In Zuid-Amerika volgens mij doen ze niks anders. Dus ja? Oh, nee. Het is gewoon gaan. Gewoon nog steeds. Volgens mij is dan het vlees van de avond ervoor klaar. Nee, wat gaat erop? Ja, ik denk dat het overal anders is. Ik bedoel, er zijn landen, daar kijken ze aan, hoezo rundvlees eten? Ja. Ik bedoel, er zijn landen waar ze aankijken, hoezo kip? Dat eet je toch niet? Ik bedoel, Heb je veel gereisd dan? Met dat in de achterhoofd van, hey, ik ga een land opzoeken en dan vooral even kijken van wat... Ja, hoe gaan hun om met vuur en vlees? Nee, veel te weinig. Nee? Ja, veel te weinig. Nee, ik denk dat dat wel een van de dingen is waarvan ik denk van, oh ja, dat is nog iets voor de komende tijd. Hm. Want als je inderdaad, ik heb een restaurant gehad met, we hadden ook 25 man in dienst. Ja. En dan, we werkten gewoon 6 dagen in de week. En die 7e dag doe je nog even wat administratie of even een onderhandelingetje met een leverancier of wat dan ook. Hm. En dat doe je dan gewoon, want daar groei je dan in. Dus dat is je... Dat is je rol. Maar nu is dat niet meer. Nu kan ik mijn eigen tijd weer indelen. Er zijn tijden geweest en dan ging ik een halve keer per jaar op vakantie. Okay. En dus nu is dat anders. Nu voel ik wel weer van, oh ja. Nou voel ik wel die nieuwsgierigheid meer. En niet eens zozeer voor mezelf, maar ook, ja, hoe reis je dan inderdaad? Hoe zou je kunnen reizen met je familie, met je gezin? En wat vinden die ervan? Hoe ga je dat samen beleven? Dus dat staat nog wel een beetje op mijn verlanglijst, om dat de komende tijd meer te doen. Nou, dan ga ik je daar sowieso heel veel succes in wensen, om die ambities waar te gaan maken. Ik ben eigenlijk al bij het einde van de kapsel, nog niet het einde van het gesprek. Wat vind je van de lengte zo van boven? Prima, ja, de zijkant. Top. Ik pak even de spiegel erbij om de achterkant te laten zien. Kort, maar nog wel gedekt. Nice, ja, perfect. Super. Bakkenbaarden weer uitgelijnd op dezelfde hoogte. Helemaal top. Mag er nog wat product in? Of, Maak er maar een feestje van, zou ik zeggen. Ja. Oké. Hey, en waar kunnen jullie de komende tijd vinden? Hebben jullie al bepaalde locaties waar jullie gaan staan? Ja, we hebben gewoon heel veel besloten feesten waar we staan. Dus we rijden gewoon weer het hele land. Bij ons op de Honig hebben we de expeditie Honig altijd eind april. Dus waarschijnlijk staan we weer op de kei dit jaar. Weer onder de Waalbrug. Altijd een feestje met de zomerfeesten. Ja. Ja, en zo tuffen we het land wel een beetje door weer. Leuk. Ja. Dus niet echt Nijmegen, maar echt het hele land waar jullie was. Nou, Nijmegen is wel het middelpunt. We proberen gewoon ons vlees, betrekken we lokaal. En biologisch, daar geloven we niet zo in. Maar we geloven wel in duurzaam. Ja. En, vlees eten is al niet heel erg, duurzaam aan zich. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je het een stuk duurzamer kunt maken door je vlees uit de buurt te halen. Geen lange routes af te laten leggen. Ja. Dus wij rijden ook niet regelmatig naar Den Helder om daar te gaan cateren. Ja, dat is gewoon belastend voor van alles en nog wat. Ja. Dus Nijmegen is wel echt ons middelpunt. Okay. Dat is ook wel de streek waar we als personen de binding mee hebben. Ja. En waar we van genieten. Hey, en nog een ultieme tip voor de kijker nu het barbecue seizoen is aangebroken. Een ultieme tip. Een ultieme tip voor de kijker. Lekker langzaam koken en genieten. Ja. Niet te veel willen. En lekker de tijd nemen. Dat is een ultieme tip, denk ik. Ik dank je voor het gesprek. Dank jou. Leuk gesprek. Zo even worden over Ja, leuk om je een beetje te leren kennen op deze manier. Ja, en wie weet van elkaar een keer in Nijmegen ergens tegen. Of in de stoel, of aan de grill, je weet het niet.